Vandaag ga ik samen met Ronald Lucky Island spelen. Heb je er zin in? Ik heb er heel erg veel zin in. Ja, merk je dat niet aan mijn stem en mijn enthousiasme? Wij hebben er altijd zin in, hè? Altijd. Ja, zeker weten. En Lucky Island is jouw favoriete game, weet ik. Yes, yes. Ik begin al meteen goed met een automatische boog. Oh, heel erg nice. Nou, ik begin hier met een automatische farm. Met wat? Ja, oh, wacht. Kijk, ik kom officieel uit het noorden, hè, dus ik moet wel een beetje... Hier, kijk eens even. Alle gewassen. hoeveel wortels heb jij? Ik heb er 5, dat is genoeg. 5, ik heb er maar 3. Mag ik eentje van jou hebben? 4. Wat? Ja, lekker. Ik heb de leukste wand die er is. Die kan je vast wel raden. Oh mijn god, je kan wel merken dat ik uit het noorden kom, want ik heb weer een automatische farm. Wat? Nu al? Ja, alweer. Dus, oeh. Nu heb ik nog meer wortels. Oké. Okay. Hey, mag ik alsjeblieft wat worteltjes dan? Ja, tuurlijk. En kijk wat ik hier heb. Wat is dat? Ja, dat is de TNT-wand. Oh, ik plaats even iemand op. Kom op, dat is de wand die je gewoon wilt hebben. Hey, ik heb een kat. Ben ik ook wel blij mee. Ah, ja. Dat is waar. Die is ook heel erg leuk. Oké, ik heb hier de taart. Voor de rest heb ik wel genoeg eten. Ik geloof het wel. Ik heb alleen nog geen zwaard. Maar we gaan het maar gewoon met de TNT-wand doen. Tenzij we in het midden natuurlijk nog wat tegenkomen. Super tof dat jullie allemaal kijken. Als jullie er heel veel zin in hebben, ik zou zeggen, laat dan even een like achter. We zitten in team 4, dus dat belooft wel wat goeds, Ronald. Wat is jouw lievelingsgetal eigenlijk? 13. Dat is toch meestal ongeluksgetal? Ja, maar daarom heb ik ook heel vaak ongeluk in mijn leven. Ik snap nu waarom, man. Ik snap nu waarom. Ronald komt er eindelijk achter waarom hij zoveel ongeluk heeft in zijn leven. Omdat zijn geluksgetal het ongeluksgetal is. Ja, precies. Ik heb trouwens wat voor jou. Langzaam sterf ik, omdat ik... Ik zie het. Wat? Het spreidt zich uit. Het is één grote ziekte. Ga weg. Mijn kat! Die heeft zoveel damage gekregen. Nee. Oké, dan heb ik hier voor jou een speciale lucky block. Oh, wat lief. Dan heb ik voor jou een Ronald. Zwaard, want ik heb een pijl en boog. Want ja, ik weet dat jij een... Ik kan niet... Oh, jij smerig. Het is een prank! Jij smerig. Er is iemand achter je trouwens. We gaan hem even schieten. Oh, nice. Ik gooi een hot potato naar hem. Oh, viel die naar beneden? Okay, of? Nee, hij loopt weer door. Oké, hij loopt door. Ik zie het. Oh, dat is jouw stomme... Ik trap weer in jouw lucky blok, hè? Ja, je wil hem weer gaan pakken. Gewoon 2 keer achter elkaar. Ja, oké, hij is onder ons. Hoppa! Kijk, ik heb mijn explosive bow. Bam! Hier, dat gaat hij niet leuk vinden. Hij is naar beneden gevallen, volgens mij. Serieus? Toen ik op hem schoot? Ja, ik heb hem! Nu kan ik dit even looten, namelijk. Ja, nu pakken we hem, hoor. Ik heb een enderpearl gen... Wow. Ik ging bijna doden, jou. Oh, maar nice. Die mag je hebben. Ja, ik drop hem voor je. Ik heb er namelijk al eentje, blijkbaar. Dan kan ik mezelf even... Je hebt hem weer opgepakt en zo. Oh, alweer. Oh, kijk hier, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, ik ga bijna dood, omdat er iets ontplofte naast me. Ja. Sorry. Oké, ik heb nog 10 pijlen. Ik heb namelijk explosive bow die echt heel erg sterk is hier in Lucky Island. Dus laten we eventjes gaan jagen op wat mensen. Oeh. Oh, dit is... Kan ik hier springen, ja? Ik moet wel wat blokjes hebben. Ik wil even ook een eigen zwaard hebben. Auw, waarom krijg ik 3 damage als ik een blokje open? Oh, wie maakte dat open? Oh my god, Ronald. Je bent ook echt wel lekker bezig, hoor. Die kisten, die moet je niet overmaken als je ernaast staat, koekenbakker. Nee, hier kom... Wat ben jij een koekenbakker, jongen? Enthousiasme. Ik zei toch, mijn gelukkigste getal is 13, hè? Mijn gelukkigste getal, ja. Gelukkigste getal. Ah, hier kon ik niks aan doen. Enzo, het spijt me. Oh my god. Hier kon niks aan doen. Oké, nu moet ik het in mijn eentje zien op te lossen. Maar ja, dat doe je vaker, hè? Dat doe ik vaker, maar ja, gaat dat nu ook zo gebeuren? Zo zijn? Ik heb het gevoel van wel. Oké, we gaan erachter komen. Wordt wel heel erg lastig, want zoals je ziet, er zijn nog 3 teams met 2 mensen erin. Dat is wel redelijk veel, moet ik zeggen. Ja, dit is ook gelijk een leerpuntje voor mezelf. Niet zomaar kisten openen. Nee, inderdaad. Eerst eventjes afstand nemen. Nee, ik vond het al raar dat mijn beeld in één keer zwart werd. Zo van... Ik zag in één keer overal deurs en toen dacht ik zo van... Ja, ik weet waar dit naartoe leidt. Yep, naar de dood.
Hey, onder je heb je twee chesten trouwens. Nee, van die lucky blocks. Oh, ja, sick. Inderdaad. Oké, okay, even kijken. Oh, weer de TNT-wand. Oh, dat is okay, wel netjes om te herbouwen. Lol, ja, ik kreeg daar 6 iron van. Oké, okay, oké. Okay. En dat ontploft weer niet, hè. Maar nee, als er nee, een chest open. Nee, dan moet er meteen boom gaan, jongens. Oké, okay, laten we even kijken of... Oh, ik kan vanaf hierboven kan ik wel gaan schieten. Oh, dat is 1. Ze weten niet waar het vandaan komt. Nee. Oh, eentje heb je gemaakt. Kun je die andere ook maar... Oh, hoppa! Ik sta en zo. Jij kan het zonder... Rechts van je. Daaronder. Daar loopt iemand in zijn eentje. Oh, nu naar daar midden. Zo. Ik zie hem daar. Ja. Oh! Oh! Wacht, wat gebeurde er? Oh! Dat scheelde ook maar weer niks hoor. Ik dacht even dat hij naar beneden viel, ouwe. Oh! Dit scheelt allemaal maar niks, hè? Oh, dit is... Ja! Oh, wauw, Enzo. Oh, ik pakte hem weer. Oké, er komt iemand trouwens naar je toe, naar boven. Oh ja, die heb je alweer. Oké, die gaan met elkaar vechten, ja, ouwe. Ja, ik laat hem schieten. En dan nu, 1, 2. Oh, bijna. Daar komt-ie. Ja, dit wordt hem. Oh, oh ja, wordt hij gaat naar binnen, denk ik. Nee, hij bouwt zichzelf in. Hij heeft bijna geen levens meer natuurlijk. Ik heb nog, 12 pijlen. Dat is meer dan ik had gedacht. Hoe gaat dit lekker, mensen? Dat is toch bizar? Ik zei toch, misschien mijn ongeluk is jouw geluk. Ja, dat en blijkt maar. En zit een kerstje op je schiet. Oh my god. Oei. Je schoot hem terug, zag je dat? Wow! Oh ja, tuurlijk, je kunt die dingen slaan. Hoppa! En dan komt een lucky blok naar beneden. Oké, wat krijg ik daarvoor? Oh, wat is dit? Oh, pijlenboog. Dan heb ik een nieuwe pijlen. Oh, een zwaard. Een zwaard? Oh, veel beter zwaard. Oh, een fire sword. Oh, maar ik ga mijn houten zwaard bewaren, want die heeft knockback 2. Oké. Die dude is nu uit zijn deurtebokje gekomen. Oh! En hij heeft nu full iron. Ja, die kerel gaat eraan. Ja, hij gaat eraan. Oh. Hij is gekild door de Slenderman. 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 Door de Enderman, nadat ik hem 2 keer had gehit. Gaan we terug naar 2010? Ja, we gaan terug naar de Slenderman. Oh, maar er is nog eentje. Ja, en die loopt daar nu naar het midden toe. Naar het midden, naar al die blokken daar. Hij bouwt zichzelf even in. Nee, er zijn nog 2 mensen, maar ik wil wel weten waar die ene is, ja. Kijken. Die is zie je hem daar onderin? Links van je. Ietsjes meer links. Ja, links. Oh, wacht, ik achter heb die blokken. Daar loopt hij. Oh ja, ik zie hem nu. Oké, laten we even kijken. Dan moeten we nu weer naar de andere kant. Oh. En die ander staat op zijn eigen eiland met full diamond. Die kun je nu afschieten. Oh. onder je. Oh nee, kijk, Oké, waar is die? Hij is onder je nog steeds. Hij is nu echt onder je. Hij staat daar stil. Oh my god. Dit gaat zo los. Hij heeft een enderpearl. Hij gaat zo weg schieten. Ja! Ik heb ze allemaal gesniped, dames en heren. Oh, wat is dit heerlijk. We pakken het gewoon weer op vanaf hier. Een nieuw potje, nieuwe kansen. We zitten deze keer in team 1 en niet alleen met Ronald. Want stel voor Ronald gaat nu dood, dan heb ik nog 4 andere mensen in mijn team zitten. Dit betekent wel, dankjewel Ronald. Ah, jij hebt hem. Ah. Hier, je mag hem hebben. Hier is een kip. Ik kreeg een kip. Hoppakee, daar is Enzo weer uit het noorden met zijn farm. Ja. Booty! Met zijn farm. Oh, een regen wand. En kijk wat ik heb. Ik heb overal diamond. Hey, wacht even, ik vlieg de lucht in. Oh. Enzo! Ik zie je. Ik kan vliegen! Help me! Nee, we gaan heen! Oh my god. Ik heb het licht gezien! Alweer! Je blijft maar gaan op deze manier. Ik wil niet doodgaan door die stomme dingen, ouwe. Ik ga echt boos worden. Ik vlieg nog steeds. Hier ben ik echt niet van gediend. Ik ben maar snel naar het midden aan het gaan, want ik moet actie ondernemen. Want ik heb nog helemaal geen items en ik zie andere mensen wel items hebben. Ik heb 2 diamonds voor je.
Oh, die wil ik heel graag hebben. Oh, ik heb een diamond sword. Oh. Dan zijn die... Oké, neem jij die maar aan. Oké, ik moet echt heel snel zijn, want ik zie allemaal mensen daar zo. Ja, ik zit hier een beetje... Oh, hier gaan wij denk ik wel even snel omhoog. Voor een nieuwe gratis Lucky Block. Kijk eens eventjes. Hoppakee, hier kan ik... wacht, wat? Ik krijg toch ook een... wat, ik krijg geen emerald of zo? Geen emerald? Of een emerald, een... Oh, daar wordt een toren gebouwd in één keer. Ja, ik dacht altijd dat je gewoon... Oh shit, er zijn hier mensen bij mij. Ja, ook bij mij. Maar ik heb trouwens een bow die explosies heeft. Dat gaf jou net geluk en hopelijk geeft het mij nu ook geluk. Oh, ik hoop het. Ik zie hier iemand, ik zie hier twee mensen beneden, maar ze zien mij niet hierboven staan. dit is mooi. Wacht, kan ik gewoon zomaar mijn zwaard enchanten dan en hem weer pakken? Nee, daar heb je Lapis Lazuli nodig, maar die heb ik helemaal niet gekregen. Oh, ze zien niet dat ik hier sta, nog steeds niet. Oh nee, één iemand van ons dood. Ja, ik zag het, die werd er ook van afgeduwd. Ja, zie je mij staan hier aan de overkant? Waar ben je? Hier zo. Hey. Ja, ik sta hier nog steeds in een boom. Ja, ik zie het, in de boom. Tarzan. Ja, ik blijf hier. Oh. Oké, ik ga kijken of ik hem eraf kan slaan. Daar ga ik. Ja! Oh nee! Oké, ik ga naar boven. Oh shit, ik heb helemaal niks wat ik kan doen. En zo. Jij bent mijn beschermende engel. Oh, ja. Yes! Hij is dood! Wow! Hij is dood! Oké, dan kom ik nu naar beneden, oké? En er liggen hier spullen. 1, 2, en ik kom weer omhoog. Oké, kom, laten we het snel verdelen hier zo. Ronald! Ja, even in een hoekje. Kom in een hoekje. Ja. Want ik wil niet dat hun gaat stelen. Oké. Hier, ik heb een diamond zwaard voor je. Oh, dankjewel. Alsjeblieft, heb jij nog diamonds voor mij? Ja, tuurlijk, ik heb er zelfs 2 voor je. Oh, nice. Teamwork. Heb je al wat hartjes voor me? Want ik heb nog maar 3 hartjes. Oh, ja, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Oh, en ik heb nu ook armor. Oh, dat gaat veel beter dan verwacht, Ronald. Oh my god. Ja. Oh, wacht. Je trouwens niet dat dit op een bibs lijkt? Een bibs? Ja, best wel. Lijkt best wel op een bibs, ja. Oké. Terug naar actie. Oh, kom op. Ja. We moeten ze helpen. Kijk wat er gebeurt. Oké, snel crafting table. En dan deze erin. En dat heeft helemaal geen nut, want ik heb al een diamond sword. En jij ook, waarom maak ik dan een craft table? Ik heb geen idee, ik raak gewoon in paniek, oké? Je raakt in paniek, maar we zijn niet bang, hè? We zijn niet bang, kom. Nee, we zijn niet bang. Kijk voor slijm. Oh, nee. Ik werd geschoten. Oh, ik zag het inderdaad. Oh, die kerel heeft heel veel goede pijlen. Oh, ze zijn hier aan het vechten, we moeten ze helpen. Oké, die ander komt eraan, die moeten we afmaken. Ik maak hem af, ik wil zijn pijlen hebben. En zo! Oké, ik kom eraan. Waar ben je? Ik ben deze kant op gelopen. Ik ga wel weer terug. Iemand anders van ons team zit erachteraan. Ik ben bij al die slimes. Hallo! Oh shit. Hallo. Waar is die gozer gebleven die hierboven stond dan? Die is dood, denk ik. Oh, echt waar? Oh, hier, ik heb een helm gevonden. Oeh, daar kom ik wel even voor naar boven, hoor. Oh, hoppakee. Ik heb nu ook eten. Wow, wat een chaotisch potje dit. Maar het is spannend. Team 1, dat zijn wij. We hebben nog 3 mensen in ons team. Team 2 ook. En team 4 ook. Maar waar ben jij nou weer dan? Ik ben hierboven. Hallo. Hey. Hallo. Ik heb deze meloentjes, want ik heb even honger. Even om even healen terug te krijgen. Ja, dat zal ik maar eventjes doen. Oh, ik zie daar iemand. Nee, dat is die dude met die bow. Hij heeft een hele goede bow. Wow. Ik zei het je. Oké, ik ga erheen. Misschien kan ik hem pakken. Wie weet. Daar gaan we. Hij heeft een TNT-wand in zijn handen. Ik zag het inderdaad. Hij wil gaan schieten. Hij draait zich straks waarschijnlijk om mij in te sluiten met dat. Oh, ik kom mee toe. Ja, ik ga niet verder achter hem aan. Ik wil een Lucky Block wel even. Hoppakee. Kijk eens even wat ik vind hier. Diamonds. Heel veel diamonds. Oh, is dit niet even nice? Hallo! Dit is heel erg nice. Hieronder is nog een diamond, pak hem zou ik zeggen. Oh ja, zeker. Ah, daar staat hij hoor, met zijn bow. Oh, nog meer diamonds. Ik weet wat zijn tactiek is, ouwe. Ja, hij wil ons dan insluiten. Oh, kijk. Oh nee, ik zit vast. Wat gebeurt er? Oh nee, ik ben dood. Ben je dood? Ja, ik weet niet hoe ik dood ging. Oh mijn god, er komen andere mensen aan. Hij zit nog... Wacht, ik ga hem bevrijden. Bro, deze kant. Oh my god, wat is hij aan het doen? Bro, deze kant. Ja, ik heb je eruit gehaald. Oké, nice. Oh, dit gaat spannend worden. Ja, dat dacht ik al. Oké, die gast is nu helemaal geweest. Die is nu dood. Enzo?
Ik zag het vorige potje. Jij kon het in je eentje. Oké, ik ga naar boven. Maar weet je hoe ik net dood ging? Nee. Ik zat vast in blokken. Daarom ging je dood? Je vast zat in blokken? Ja, het was niet echt een kill. Het was geen kill. Serieus? Ik zat vast in blokken, ja. Oh, dat is wel heel erg sneu. Eentje is naar beneden gevallen. Oh. Die vliegt nu met een elytra naar beneden. Die gaat sowieso dood. Oké. Iemand van hun of van ons? Oh nee, van ons. Oh, nee. Ze bouwen naar mij toe. Jij was sowieso de enige nog over, omdat de rest al dood was. Oké. Oh, ze komen eraan. Ze komen eraan, Ento. Oh my god. Oh my god. Oh, je hebt het gehaald. Oh. Wat gebeurt er? Oh, je hebt ook nog speed potion. Oké, niks aan de hand. Hij heeft een knockback zwaar, hij is zo sterk. Oké, die andere van hun komt er ook aan. Niks aan de hand. Oh, dit is zo gemeen van ze. Het is wel goede teamwork, though. Lukt het? Oh my god. Dan zit je weer, dan gaan ze weer met TNT, hoor. Hoeveel levens heb je nog? Hoeveel hartjes? Oh. Volgens mij is die dude met die... Nee! Wat deed ik? Ik raakte in paniek en ik sprong de hoek om en ik landde op een blokje. En dat werd mijn dood, omdat ik te veel levens verloor daardoor. Even serieus. Je deed het wel echt heel goed. Nee, ik had het kunnen winnen. Ik voelde het gewoon. Ik zat er lekker in. Maar we gaan snel door naar de volgende. Ik wilde het eigenlijk nog wel graag een keertje overnieuw doen. Dus zit ik weer in deze map. Met in totaal 6 mensen in een team. Waaronder Ronald, die deze keer beloofd heeft aan mij dat hij het langer gaat overleven dan de vorige keren. Ja. Dus daar moeten we maar eens eventjes goed op letten. Dus hou hem goed in de gaten, dames en heren, die Ronald, in heb de chat. Heb je vertrouwen in me? Ik heb zeker weten vertrouwen in jou. Tuurlijk heb ik vertrouwen in jou. Kijk, dit ik is... Ik heb trouwens iets opgepakt waardoor ik alleen maar geluk heb. Met de chesten. Oh, dan moet je heel veel chesten openmaken, heel snel. Ja, ik heb nu al een aantal... Ik heb al een bouw... Ik heb zelf een varken, maar daar staat just a normal pick. Ik heb gewoon een varkentje gekregen. Hey! Alleen een varken, dat is het. Hij verandert niet in een zombie pigman of iets. Want dat kan ook nog wel eens gebeuren namelijk. Dan moet je even oppassen. Dan blijf ik even buiten in de buurt. Hij staat nog steeds daarboven. Just a normal pig. Oh ja, als je die aanvalt, dan wordt hij best wel sterk volgens mij. En dan kan je best wel hard de pineut zijn. Dus ik zou daar heel erg voorzichtig mee zijn als ik jou was. Oké, dan zou ik hem niet aanvallen deze keer. Nee, zou ik maar niet doen. Wat heb ik hier eigenlijk? Splash potion of speed. Oké. Dat is wel... Oh nee, oh my god. Oh my god. Oh nee, niet weer hè. Ja, die zilvervis. Ik weet nog goed dat ik toen ik de vorige keer met Ronald was, hadden we ook al die zilvervisjes. Oh kijk, Bumper. Bumper die is keihard aan het strijden, jongen. Go Bump. Hoppakee, hier Bumper, die pakt ze gewoon. Hier joh, Bumper die pakt ze allemaal. Bumper, hier is er nog eentje. Pak deze ook. Deze moeten we ook hebben. Ja, okay. Bumper pakt hem. Ja! Goed zo, Bumper. Wat een held. Oh, hey, Bumper. Bumper, hey, wat doe jij, zombie killer? Je mag mij niet attacken, ik zit bij een team, joh. Ik heb trouwens een fake trap geplaatst. Oh, fake trap. Als ze daarop staan, zo'n blokje, zo'n pressure plate. Nee, echt zo'n blokje. Oh, zo'n fake lucky blok. Ja. Ik sta in de fik. Misschien heb ik wel water. Nee. Ik moet even wat meer van die blokken fixen. Oh nee, ik zie hier een soort van explosie. Oh, dude, ik heb wat voor je. Kom eens. Oh. Dit ga jij leuk vinden. Kom eens. Oh, nice. Oké, even kijken. Ja, ik ben hier zo. Wat is dat voor boog? Oh, grappling hook. Ja, ik weet dat je het cool vindt. Ja, die is zo vet. Oké, die doe ik hier. En ik heb ook zo'n frozen boog. Oh, frozen boog. Ja. Zal ik die dan mogen? Ja, zeker weten. Hier, alsjeblieft. Yes. Oké, ik heb genoeg eten en blokjes. Ik heb alleen nog geen wapen. Dat is wel super pijnlijk eigenlijk. Oké, daar zijn ook allemaal mensen. Dus we moeten goed uitkijken. Of moet ik eigenlijk zeggen van, dat is juist niet pijnlijk. Want ik heb geen zwaard, dus ik kan geen damage doen. Oh my god, Bumper, ga daar weg. Bumper, ga daar weg. Oh mijn god, is daar iemand met een zwaard? Ik zag het inderdaad. Oh nee, hij is onzichtbaar. Oh, spooky hoor. Oh, hij is onzichtbaar. Want je ziet hem niet.
Oké, okay, wat gaan we? We moeten hier weg, bro. Oké. Okay. Ik heb een kip en een het lijkt alsof ik gepotioned ben, man. Ik heb een kip en een paard en een koe. Hé, hey, ligt hier gewoon een boog. Een shotgunboog. Oh, die zijn zo... Er zitten allemaal mensen achter ons aan. Oh ja, ik zie het. Oké, okay, ik heb een explosive bow. Oh, wat is dit? Oké, okay, we moeten... Wat is dit? Yes, ik heb een zwaard. Een diamond sword. Ik heb alleen nog niet zo heel veel armor. Ik ben op iemand met een explosive bow aan het schieten. Dus... Wat is dit? Oh, pijlenboog. Hoppa! Oké, okay, ik ga eventjes kijken. Diamond zwaard, shield wand. Ik heb blokjes. Ik zet deze wel gewoon hier neer. Oh, er is iemand beneden. En zo, ik heb je nodig. Ja, ik zie het. Hij gooit met TNT. Oh, nee, dit is grappling hook. Die heb ik niet nodig. Automatic bro. Frozen shot, bro. Zo, automatisch. Ja, okay. lekker. Ik kom met belofte na, oké? Okay? Zeker weten. Die was echt heel erg nice. Oké, okay, ik heb nog niet echt armor eigenlijk. Ja, die kan je niet openmaken. Oh, wow, wat? Ik maakte mijn eigen trap open. Nu heb ik een achievement gehad. Oh, shit. Heb je wat arrows voor me? Want ik heb geen arrows meer. Oh, shit. We moeten hem pakken. Zodeen? Lijkt me wel een goed plan. Oké, okay, ik kom eraan. Ik kan niet rennen, maar we gaan hij wel hij zit hier afval. Beneden. Yes, ik heb hem. Heeft wat spullen? Oké, okay, nice. Ja, nu doe ik zijn armor aan, hoor. Haha. Same hier. Kijk, hoppakee. Iemand staat naar boven AFK, trouwens. Iemand staat hier AFK. Wat? Die heeft pas goede armor. Ja, precies. Die gaan we gewoon even afmaken. Ik wil zijn armor wel hebben, hoor. Ja, hoor. Hoppakee. En iemand steelt alles. Oh. Wow. Balen. Ja, ik wil zijn armor ook wel hebben, namelijk. Ja. Maar hey, we doen het nu goed, hè. We zijn nog met z'n vieren en we hoeven nog maar 3 mensen te verslaan. Dat bedoel ik. Dus dat moet zeker weten goed komen. Zou je denken, hè. Je kan altijd natuurlijk iets misgaan, maar... Zoals hopen een chest we open, niet. Hè? Zoals een kist open, inderdaad. Dat zou zo kunnen. Zou ik misschien voor jou wat eten mogen? Ja, ik heb echt genoeg eten. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Hier, ik heb ook wat voor je. Hier, moet je eens rennen. Oh nee. Ik... Ah! Oh, nee. Je rende er bijna af, gozer. Ja, maar dat was jouw schuld altijd. Niet mijn. Bijna, oh my god. Oké, ik zie daar iemand. Zullen we daarheen gaan? Ja. Ik ben nu ook eindelijk wat sterker. Oké, nice. Even kijken. Oh, hier is een poes. Hallo. Gelukkig heb ik een pumpen die je gaat helpen. Ja, dat sowieso. Oh, kijk. Zijn op onze kameraad. Mag helemaal niet. Wat doen jullie? Niet, hè? Ze verwachten ons niet. Nee, kijk. Ah! Oh! Wow. Een one hit. Die was sterker dan ik dacht. Hij moet even teruglopen. Ja, dan pak hem! Pak hem, mensen! Hoppakee, automatische boog. Pap. Oh! Nog 1 persoon. Hoe lekker is dit, hoor? Oké, waar is de allerlaatste? Kom op, Enzo. Hier, regeneration. Hoppa. Doe de Enzo en Ronald lead. Go. Ik doe de grappling hook. Yeah, doe de grappling hook. De grappling hook. Oh! Wij zijn op zoek. En we gaan het doen met de grappling hook. Woo! Yeah! Auw! Oké, waar is die laatste? Ik wil het afmaken. Ik wil het hoofdstuk afsluiten. Oké, ik heb een player tracker. Ja? Wat? Ow. Hij zit daar? Waar? Volgens mijn player tracker zit hij hier ergens. Zal hij zichzelf in hebben gebouwd? Oké, ik zit nu in de boom. Ik kom naar jou toe. Hij zit bovenop de... Iemand zit te spoilen in de chat. Hij zit dus op de boom. Op het eiland. Oh ja, hij zit hier boven bij mij. Verrek. Oké, kom eraan. Papa. Hij zit hier inderdaad. Ja, ik heb geraakt. Oh, hij heeft wel een hond trouwens, hè? Maar Waar is die? Ik zie hem niet. Oh, hij is hier beneden. Ja! Met mijn frozen shotbow. Gesnipt, mensen. Laten we naar beneden springen. Robin Hood in de building. Daar gaan we. Woehoe. Oh, ik was te laat. Maar bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het super tof. Vergeet dan niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check het kanaal van Ronald. Bedankt voor het meedoen. Ja, graag gedaan. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Peace.